Yo, ja, we zijn nu aangekomen. We hebben iets heel erg leuks gedaan, toch Lars? Echt heel leuk. Alvast, sorry Lex. Vooral Lars, zeg maar, sorry. Sorry. Wacht, moet het in het Engels? Nee. Oké. Nou ja, we hebben het een beetje verneukt. Prachtig, hè? Goedemorgen mensen, wij zijn dus, ja, we zijn net wakker geworden en ik wil jullie even snel een rondleiding geven. Hier zie je Rijn zijn eigen dingen aan het doen. En de tent. Van buiten. Hier zie je de oudstejaars en nog wat tweedejaars en eerstejaars zie je gewoon bezig met de tafel. Want wij ook nog oudejaars. Die hebben we gisteren niet af kunnen krijgen. Het kripvuur dat staat hier. Hier hebben we een heel uniek ding. Waar jullie misschien afvragen, wat is dit? Dit is nou een wapenrek. Dus je ziet dat er een zaag aan hangt. Bijlen. Een hark. Hamers. Nog een grondbor. En ja. Dat is het wel. En dan, dit is het kampterrein. Bijna bij het middenpunt van Nederland. Ik dacht eigenlijk bij het middenpunt van Nederland. Mooi, ik weet het. In het midden van het middenpunt van Nederland. Je staat nu precies in het midden van Nederland. Nee. Oké. Okay. Alleen moet je nog 1700 meter die kant op. Oh, precies. Ik moet haar doen. Ja, muziek er maar uit. Nou, we zijn nu lekker aan het lopen naar onze proces. Kijk, nu hebben we een prachtige kaart gekregen waar we shit op kunnen vinden. En het is prachtig. Shit heet posten, maar. Oh, nou ja, we lopen ja. Nu over een heel eng pad heen. Als dat fout gaat, dan worden we allemaal heel erg. Ja, fout. Het gaat fout. Wij moeten. Ik weet niet of ik het ga redden hoor. Maar wij moeten straks over een heel gevaarlijk pad gaan lopen. Ik weet niet of het gaat lukken. Zeker. Het kan fout gaan, hè? Jullie. We gaan nu naar post 2. We moeten heel eng rechtdoor lopen. Kijk. Dat is echt saai. Oh, Lars. Lekker bezig. Hallo. 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 Is het leuk hier? Ja. Het is heel wat gaan leuk. Jullie eten? Chili con carne. Oh, lekker. Met spul. Jij filmt het al zo. Lekker hoor. Deze dingen. Ja. Oh. Kijk, we hebben heel lekker eten. Nee. Mooi hoor. Lekker eten. Nee, maar de deksel dus al? Ja. Kruin is lekker aan het koken. Valentijn is cool. We gaan, nou, nee, nu nog niet, maar we gaan straks lekker smikkelen. Maar... jammer. Genoeg. Kijk, is het lekker. Waarom gaat het inzoomen zo slow? Dat is echt cringe. Ah, wat vind jij ervan, Abel? Hier. En jij, Kruin? En jij ook, Lars? Wat vind jij ervan? Echt heel goed. Lars, ik dan haal die lens uit mijn oog. Nu hebben we echt ziek vuur. Kan je nog niet geven, het is toch koud. In de top 10, dus dat gaat goed. En hier was een leuke themapresentatie. Ook daar kon je weer heerlijk eten. Altijd belangrijk. En dat zijn de Open Vest Schoonhart verkenners. Valentijn, mag ik u wat vragen? Bent u tevreden met de uitslag? Ja. Achtste plek, wat denk je daarvan? Ja, we hebben van jullie gewonnen! Wat denk je daarvan? Kon beter. Kon beter? Wat kon er beter? Uniform was goed, het spel kon beter. Als je niet gaat, en de hike kon sowieso ook beter. En als die, okay. Maar hebben we wel lol gehad? Ja, zeker. Ja, wat ging echt goed naar je gevoel? Gewoon, dat je denkt, dan hoef je niet naar de punten te kijken, maar wat denk je nou? De teamapresentatie ging echt heel
heel goed. 102 punten. Dus volgend jaar gaan we beter presteren? Ja, volgend jaar gaan we sowieso beter. Gaan we gewoon winnen. Gewoon, gewoon knallen. Mooi man. Achtste plaats, wat denk je? Ja, dat weet ik niet. Goed. Ja? Maar het zijn wel dingetjes waar we echt goed aan kunnen werken. Nou, dat is mooi om te weten. Ja. Dus volgend jaar gewoon wat hoger? Ja, ik hoop het zo. Ja. Volgend jaar tweede plek? Ja, gaan we tweede plek doen. Dit is Tibbe in zijn natuurlijke habitat. Oké, Tibbe, stop. Die...